Voordat Monique en Suzanne Kleeman in de jaren 80 doorbraken met hun muzikale carrière als het duo Lois Lijn, heeft hun gezin een diepgaand verlies geleden. Hun oudste zus, Caroline, verongelukte tragisch op het moment dat ze net naar Zwitserland was geëmigreerd. Caroline had haar leven daar opnieuw opgebouwd, samen met haar partner die in opleiding was tot traumahelikopterpiloot. Tijdens een van hun vluchten vond de fatale tragedie plaats, hun helikopter stortte neer in een weiland in de buurt van Basel. Dit onomkeerbare verlies heeft een blijvende impact gehad op het leven van Monique en Suzanne. In een emotioneel gesprek met Story vertelt Monique, 59, over het blijvende gemis. De dood van Caroline voelt als een amputatie. Het is iets dat altijd een deel van ons leven zal zijn. Onze band met elkaar, met Suzanne, is daardoor misschien nog sterker geworden dan wanneer Caroline nog bij ons was geweest. Het verdriet reikt verder dan alleen Monique en Suzanne, hun ouders zijn ook voor altijd getekend door dit verlies. Monique deelt hoe ze samen met hun moeder vaak terugblikken in fotoboeken uit de jaren 70 en 80, waarbij ze de vergulde herinneringen van Caroline herbeleven. Vorige week nam ze haar moeder mee naar een foto-expositie van hun goede vriend Mike de Boer, een gelegenheid die hen samenbracht in herinnering aan Caroline. De verwerking van Caroliens dood heeft ook geleid tot een hernieuwde verbinding met de plek van het tragische voorval. Monique vertelt, onze moeder, die vroeger schooldirecteur was, Zat enkele weken thuis na het overlijden van Caroline. Maar na verloop van tijd voelde ze zich opgesloten en ze besloot weer aan het werk te gaan. Onze ouders zijn veel naar Zwitserland gereisd, naar de plek waar het ongeluk gebeurde, als een manier om het verlies te verwerken. In 2022 overleed hun vader, wat een nieuwe laag van verdriet toevoegde aan de familie. Monique hoopt dat hun moeder, die bijna 89 jaar oud is, nog lange tijd bij hem kan blijven. Het verlies van Caroline is niet alleen een herinnering, maar ook een levenslange les over liefde, verbondenheid en het koesteren van herinneringen die hen altijd zullen verbinden, ongeacht de afstand of het verlies.